Welkom bij een nieuwe video. Je ziet het, ik ben op pad. Ik kom net de garage uit, het is nog helemaal leeg. Het is vroeg, het is maandagochtend, net 9 uur. En ik dacht, na vorige week, zware video, ik ga een lekker luchtige maken. Namelijk, ik ga eens kijken wat de winkels mij te brengen hebben. Pijn in hoofd hoor, want ik vind het altijd heel fijn. De tweede Primark die in Nederland kwam, daar ging ik altijd heen. Werkte heel veel in mijn hoofd hoor. Ik ging altijd lekker shoppen en denk, oh, weet je, ik ga hier ook helemaal van de naar hier naartoe. Dus ik ga eerst naar Primark en daarna wil ik ook nog naar Zara. Dus ik ben meteen om 9 uur hier. Hopelijk geen rij. Dan ga ik lekker naar binnen. Ja, ik heb de korte broek aan. Hoe lekker is dat? Eindelijk mooi weer. Ik moet een paar dingen hebben. Slippers, sportkleding wil ik hebben. En misschien nog weer andere leuke dingen. Ik ga het zien wat ze allemaal binnen hebben. Ja, binnen is natuurlijk met mondkapje, noem maar op. Het is altijd minder leuk om te filmen, maar nou, er staat geen rij. Dus ik kan gewoon naar binnen. Of er staan al heel veel mensen binnen, dat kan natuurlijk ook. Deze zijn wel heel leuk. Maar alleen maar kleine maatjes, denk ik. Oh my god, die maat is er nog. Ze hebben ook de donkere versie. Kijk dit aan, met schoudervulling. Wat wel al helemaal gek nu. Ik zie echt super leuke dingen. Maar ik ben natuurlijk ook echt een jaar of zo niet meer geweest. Oh, lekker. Ik wil lekker shoppen. Nou, het is weer tijd dat ik een nieuwe van die moet meenemen. Zo'n polo is echt ook heel erg leuk. Ik denk, ik ga lekker vroeg. Hè? 10 uur bij Zara. Want het stond dus online. 10 uur open. Er stond een hele rij mensen. En gelukkig heb ik net beveiliging van Primark gesproken. Die ken ik al heel lang. Superleuke man is dat. En die zegt, nou meisje, die gaat echt pas om 12 uur open. Ik zeg, wat? Ik kom aan, een hele rij al te wachten. Ik zeg, mensen, het gaat echt pas om 10 uur. Niet om 10 uur, het gaat echt pas om 12 uur op. Dus iedereen is me gelukkig dankbaar dat ik het verteld heb. En ja, geen zaak. Ik ga ook niet heel lang wachten, denk ik. Want ja, verder is ook nog niet veel open. Dus ik ben weer thuis. Ik heb een hele volle tas. Voor het eerst weer een unboxing buiten. Oh, ik zit helemaal lekker in de tuin. Ik had mijn korte broek al aan en denk, oh heerlijk. Degene met katten, sorry voor de vogelgeluidjes. Ik kreeg vaker reacties van, ja, mijn kat zit helemaal goed, helemaal wild, omdat hij die geluidjes allemaal hoort. Dat is dus in mijn tuin. Ik ben omringd met allemaal leuke, gekke geluidjes van vogels. Maar, nou, dus sorry, dus luister even met een koptelefoon. Dan hebben we er minder last van. Als eerste wat ik zag, is ook hetgeen wat ik meteen laat zien. Namelijk deze short. Ik vond het meteen fantastisch. High waist en heel wijd aan de onderkant. Ja, echt perfect. Maar ik dacht eerst van, oeh, was die maar pas in mijn taille? Nou, gelukkig wel. Het zit wel een beetje strak, maar het loopt wel een beetje uit hoor. Maar ik vind hem gewoon heel leuk. Echt zo helemaal, inderdaad, vintage stijltje. Ik vind het echt fantastisch. En deze is 15 euro. En ieder jaar denk ik weer, Edith, kan je die shorts nog? Trek het gewoon lekker aan. Ik
Ik ben al heel lang op zoek naar tennisrokjes, niet te vinden. Maar toen zag ik opeens deze skort. Van voren een rokje en van achter een broekje. He, dus een short en een skirt. En ik dacht, nou, die zou best wel eens als tennisrokje door het leven kunnen gaan. Superleuk, met inderdaad zo'n plooi. Ik denk, oh, en een broekje. Nou, er zit alleen geen zak in, dus ik kan de ballen niet erin. Maar ik wil eerder kijken naar zo'n ouderwets plastic wat ik op mijn rug kan doen. En anders doe ik ze gewoon in mijn onderbroek. Nee, dan doe ik ze gewoon hier achter. Plop in mijn achterkant. Dat kan toch niet verder gaan, want het is een broekje. Dus ik vond het echt fantastisch. En maat 46, het past er gewoon. Ik denk, oh my god. Dus die, oh nee, die 46, ja. Jawel, 18, 46, ja, meer 4, 46. Dus die paste mij. En ik heb normaal 48, 50. Dus zo zie je, met lekker stretch, is die gewoon. Deze was 12 euro. Ik was aan het kijken bij de blouses. Nou, een paar, die blauwe, die waren meteen even allemaal kleine maatjes. En dacht, oh, toen zag ik blouses wit. Ik denk, nee, met schoudervulling. Ik denk, die moet ik hebben. En gelukkig nog een maat 46. En die heb ik ook echt nodig. Dat stond op 13 euro bij de kassa. Dit superleuke blouseje voor 5 euro. Ja, omdat ik dan natuurlijk helemaal gek ben van die padded topjes, is dit natuurlijk eentje die niet mag ontbreken. Ik hou ervan. Helemaal fantastisch. Oh, lucky me. Ik was echt op zoek dus naar slippers. Ik heb er die voor lekker van de tuin, weet je wel. Gewoon van dat soort dingen. Maar die waren bijna kapot. Ik denk, ja, ik wil wel nu. Maar ik zag niks daar bij de dames. Oh, totdat ik bij de mannen kwam. En deze vind ik wel echt heel erg cool. Het staat er ook op. Nee, ik vind het heel leuk. Echt een beetje een afgeleide van Gucci. Nee, ik denk, nou ja, whatever, weet je. Voor 8 euro is het wel fantastisch. Maar dat is eigenlijk precies wat ik zocht. Gewoon, hè, wel nog een beetje fatsoenlijk. Ik wilde eerst die roze, maar uiteindelijk hebben ze gewoon teruggelegd. Ik vond het toch een beetje stom of tuttig of zo. En dit denk ik, ja, dit is echt Edith zijn voeten uit. Nou, deze kan ik ook niet zonder. Ik ben wel aan het bedenken om een keer naar een schoenenspecialist te gaan om dit... Gewoon, weet je wel, een permanente krul in mijn wimper te laten doen. Dan hoef ik niet meer met dit ding in de weer te gaan. En ik had ook nog even van die normale onderbroeken nodig. Dus ik ga altijd even kijken of ze er hangen. Maar dit zijn dus echt van die granny dingen. Seamless, maar heel fijn materiaal. En ja, ik vind het toch erg. Maar ik heb altijd van die mooie setjes. En zo ga ik ook altijd heel snel voor dit soort broeken. Dus ideaal, weet je wel, beige is natuurlijk heel mooi onder alle kleuren. Lichte kleuren voor de zomer. En zwart is altijd goed. Ik pak daar XL van. En ik moet je zeggen, ik vind het toch wel hele fijne broeken. Ze zijn ook hoog. Dus naast Monkey is dat ook altijd een tip. Als je denkt van, ik zoek broekjes in de maat 48-50 of iets groter nog zelfs. Terwijl het 42 ook nog maar past. Is dit toch echt wel een hele goede tip. Dus dit zijn de broekjes. En die kosten dus 7 euro voor 3 broekjes. Nou, ik was dus op die mannenafdeling voor die slippers, dus ik ben blij dat ik ze gevonden heb. Ik kijk ook altijd gelijk even bij de mannen shirts. Of voor mij of voor anderen. En ik dacht, oh, dit vind ik wel leuk voor anderen. Een streepje, altijd leuk. Ik dacht, ik kan hem ook altijd nog zelf aandoen. Maar ik had natuurlijk genoeg streepjes shirts, maar voor hem wel echt heel erg leuk. En ze hadden niet alleen in zwart-wit of donkerblauw wit, zo, maar ook in echt dat mosterd beige bruin. Oh ja, ik vind het leuk. Dus dit is wel eentje die ik dan ga dragen, denk ik. Ik kijk gewoon even wat hij ervan vindt. Vindt hij het niks? Is die van mij? Ik vind het leuk van die hele grote oversized shirts. Nou ja, zoveel groot is hij ook niet. Want we dragen eigenlijk een beetje dezelfde maat qua t-shirts. Maar dus, je ziet het snel genoeg of ik kan dragen of dat André hem aan heeft. En toen zag ik nog een shirt. Ja, wij zijn natuurlijk naar Shanghai geweest. Het was november 19 voor mijn verjaardag. En André zat helemaal, die was echt zijn reis, vond hij helemaal fantastisch. Ja, ik ook hoor. En toen zag ik dit, ik denk, hoe leuk is dit? Nou, met de skyline van Shanghai, ik denk, ja, dat neem ik gewoon mee. Vind ik toch erg leuk. 6 euro en als hij het niet leuk vindt, dan draag ik hem toch. Dus echt wel te gek shirtje. Ja, gewoon een leuk symbool voor ons. Een souvenirtje naar die reis. Ik hoop dat we heel snel weer kunnen, maar... Dit was wel erg, ja, was ons laatste reisje eigenlijk. Oh nee, ik ben al naar Italië geweest.
vorig jaar, dus ik mag niks zeggen. Maar Shanghai is wel echt fantastisch. Ik zag nog iets, ik had natuurlijk, dat weet je niet, als je op Insta hebt gekeken, heb je het wel gezien. Ik heb een halletje geschilderd, nu zwart, en ik wilde nog een andere deurknop. Ik had er eentje gevonden bij Action, maar toch niet helemaal leuk. En toen zag ik deze. Oh, kijk hoe leuk. Met marmer en goud, dat wilde ik. Dus hier gaat eentje van op de deur. En ja, ik vind het helemaal fantastisch. Dus die hebben we ook nog meegenomen. Twee stuks voor 4 euro. Vond ik helemaal niet duur. Deze vind ik dus echt helemaal fantastisch. Het is echt heel simpel. Je ziet inderdaad hier dat je zo'n schroefdraad hebt. Dus je draait hem eigenlijk gewoon simpel erin. Dus heel mooi, ja. Dat zijn echt van die dingen, daar kan je echt, moet je echt tegen aanlopen dat je geluk hebt. Zelfs Xenos heb ik ze niet gezien. Maar misschien de filiaal waar ik dan was, hadden ze niet. Nou, dat was dus Primark. En vervolgens ging ik naar buiten. Heb ik heel lang eigenlijk met de beveiligers aan het praten. Die ken ik echt al heel lang. Echt vanaf de opening inderdaad. En hij zei al dat hij daar al 10 jaar werkte. Superleuk. Ik denk, oh, leuk gesprek. En zeg van, wow, echt waardering dat je daar nog steeds werkt. En bla bla bla. Echt heel leuk. Vervolgens zei ik, ja, ik ga nu naar Zara, want die gaat om 10 uur open. En toen zei hij, nou, volgens mij niet. Nou, hij zal het wel weten, hè, na 10 jaar. Er is natuurlijk niks op maandag. Toen ben ik toch maar even naar de HEMA gegaan. Ik denk, ja, ik heb toch nog wat dingetjes nodig. En om mezelf te trakteren, dacht ik, ik koop lekker een tompoes. Geen echt wat tissues. Is dit niet helemaal fantastisch? Nou, volgens mij 1,25. Nou, ik word hier wel heel erg blij van. Gelukkig heb ik wel dingen bij Zara besteld en die komen als het goed is deze week binnen. Dus ik hoop ze nog mee te nemen in deze video. Ik heb dus wel een paar dingen online kunnen scoren, maar ik had natuurlijk wel enorm veel zin om lekker te voelen, beleven, kijken en noem maar op. Maar ja, het was me niet gegund. Ik was verkeerd ingelegd. Maar goed, dus ik kijk uit naar de spullen die ik wel besteld heb. Lucky me en lucky you, want ik zat net aan mijn koffie en toen ging de bel. En guess what? De pakketjes zijn bezorgd. Leuk dat ze dit nu in roze doen. Ja, dat is toch altijd echt net een extra feestje of zo. En ik heb niet één, maar ik heb nog een pakket. En deze is wel gewoon in bruin. Ik weet natuurlijk al lang wat erin zit. Maar ik ga dit ook snel aan jullie laten zien. Weet je wat ik dus echt helemaal fantastisch vind? Is dat ze matchende tape hebben. Roze. Nou, ook van. Wat zit erin? Wat zit erin? Ik zag deze trui. Ik dacht, oh leuk. Met dat beetje shiny spul. En dan ging ik naar de tekst kijken. Kijk, hoe leuk is dit. Maar kijk. Style has no rules. Nou, dit is voor mij gemaakt. Speciaal voor mij gemaakt. Ja, maat XL. Maar het is ook nog eens een heel wijd model. Je ziet het, een beetje boxing. Ik kan hem als sporttrui gebruiken, maar ook gewoon. Maar oh, ik vind het toch helemaal fantastisch. Maar kijk hoe leuk. Oh. En ik heb een heel lekker shirtje. Beetje oranje-rood. Met echt van die hele wijde mouwen, zie je dat? Afgezet met een ribbeltje. Helemaal leuk. Ik vind het echt ook weer zo'n sportiever. Het lijkt alsof er schoudervulling in zit, maar echt, ik vind hem helemaal te gek. Dit is bijna gewoon Lady Danger Red. Nou, dit shirtje was volgens mij 7,95. Ik weet niet wat de Poolse prijs in euro's is. Maar volgens mij is het dus inderdaad iets van 7,95. Maar heerlijk shirtje. En matching met mijn lipstick. Het is wel slim van ze, hè? Want de winkels zijn natuurlijk niet altijd allemaal open, hè, geweest. Een sampletje, of een geurtje. Dat vind ik echt heel slim. Ik weet niet hoe het ruikt, maar wel goed dat ze dit wel hebben gedaan. Wel lekker, lekker fris. Ik weet niet of het heren of dames is, maar ook dat maakt natuurlijk niet meer uit. Dus dat vind ik wel grappig dat ze dit nu erbij hebben gedaan. Nou, het volgende wat ik heb, oh my god, ik tennis, hè? Dat weten jullie misschien wel. En ik word helemaal gek. Ik ben al jaren op zoek naar een nieuwe tennistas. En nu zag ik er eentje, maar ik zag dus ook dit. Dat ik denk, wat zit in een helemaal mak. Kijk dan, hoe cute.
tennisballen. Oh. Ja, ik ben toch een sukker hoor. 9,95. Maar ja, dat is toch altijd leuk voor de foto. Maar ik ga natuurlijk niet zo lopen van, hey jongens, hier zijn de ballen. Ja, misschien wel alweer. Maar hoe leuk. Je zou het zelfs gewoon als beauty tasje kunnen gebruiken. Maar oh, nu ben ik nu wel heel erg benieuwd naar het volgende. Want dat zou ik toch als eerste. Maar dan gaan we hoor. Wat zit erin? Nee, ik heb geen gitaartas. Het is natuurlijk een tennistas. Eerlijk gezegd dacht ik dus online dat het zwart-wit was, maar het is dus donkerblauw met ecru. Het kost 29,95. Ik vind het wel helemaal leuk, helemaal stylish. Kijk dit. Ik zie dat helemaal voor me. Ik heb natuurlijk dat nieuwe tennisrokje. Met dit ding. Een mooi wit shirtje en een... Maar hoe leuk is dit? Dus je kan hem inderdaad ook omhangen. Dat is natuurlijk wel handig. Verder kan er natuurlijk ook helemaal niks in. Er zit niet eens een mapje of zo. Maar ja, het gaat natuurlijk allemaal om de looks, hè. Bij mij dan. Nu de vraag. Past mijn racket er wel in? Want niet alleen met kleding. Maar ook met sportdingen moet je kijken. Het is shop to shape. Ja, het kan niet mis met deze natuurlijk. Oh, hij past. Helemaal fantastisch. Hoe leuk. Oh, ik heb helemaal zin. Nou, ik heb heerlijk mooie dingetjes. Ik ben blij met die tennisspullen. Ik ben blij met de dingen van Primark. Nou, dat Sarah niet open was. Nou, geeft niks. De box is vandaag toch aangekomen. Dus eind goed, al goed. Ik zou zeggen, het is prachtig weer. Ik hoop, als jullie deze video zien, dat het nog steeds mooi weer is. Ik niet lekker van mijn bakkie. En van het mooie weer. Ik zou zeggen, dank jullie allemaal voor het kijken. En tot snel weer. Bye.